33 meter hoog, 5 inversies, 2 lanceringen en 1000 meter lang. Dit is de allereerste extreme spinning coaster van Europa en het staat hier in Plopsaland te Pannen. Het is inmiddels 7:30 ochtends, heel vroeg. Het park gaat om 10:00 open, dus we moeten de achtbaan opstarten. Kunnen we gelijk backstage kijken. Kjell staat als het goed is in het station op mij te wachten. Goedemorgen Kjell. Hey, goedemorgen. Wat is jouw rol hier in Plopsaland? Ja, ik ben assistent technical manager van de elektrische kant. Dus wat ik doe is eigenlijk grotendeels storingstechnieker. Dus ik krijg de attracties een route. Dus als het in de panage is, moet ik herstellen. En ik voorzie ook elektrische kant, dus eigenlijk bedoel als er een elektrische pan is. Ik zie dat. Maar vrij technische achtbaan volgens mij, veel elektra op. We gaan hem vandaag opstarten. Ja, waar gaan we beginnen? We gaan de delencheck uitvoeren. Dus we gaan onze attractie controleren. En we gaan eerst beginnen met het te trekken controleren. Ik volg jou. Oké. Op dit moment zijn we de track dus aan het controleren om te kijken of er niks op ligt, zoals bomen, takken of ander afval. En pas als dat gedaan is, dus we moeten volgens mij snel mee, want we moeten het hele park nu door om deze hele enorme achtbaan te controleren. Dit is een plek waar bezoekers normaal natuurlijk nooit mogen komen. We staan hier tussen de twee lanceerstroken van Ride to Happiness en we gaan ze controleren. Dus veiligheid voor alles. Hek gaat dicht. Kjell, dit is wel een unieke locatie waar we staan. Lounge 1 van Ride to Happiness. Ja, cool. Ze hebben er twee hier achter de tweede. Ja. Wat gaan we hier doen? Wat controleren wij hier nu is eigenlijk de Scratch Mars. Op de launch, dus op de statoren. Ja. Je ziet ook natuurlijk de tubes of de buizen, zeg maar. Dat dient voor de koeling voor de launch. Maar die zitten hier niet achter? Dat klopt, omdat launch 1 een stilstaande launch is. Die vraagt veel meer power in het begin dan launch 2, want dit is een rolling launch. Ah, omdat hij dus vanuit stilstand moet staan, verbruikt hij veel meer energie. Dus moet hij wat meer gekoeld worden. Dat klopt. En we controleren ook of hier niks tussen zit. Ja, dat klopt. Zodanig dat de statoren niet worden beschadigd. De trein komt uit de JoJo-rol hierheen gereden. Dan wordt hij even bijgeremd door deze stalen plaat. Want er zitten natuurlijk magneten onder de trein. En die magneten worden dadelijk ook weer gebruikt om te lanceren. En als je goed kijkt, zie je nog een tweede rails meelopen. In het geval dat er ooit een wiel zou afbreken, dan staat de trein natuurlijk niet meer recht op de baan. En dan gaan al je statoren kapot. Eigenlijk het duurste element van je achtbaan. En daarom vallen de remvinnen in deze veiligheidsrail, zodat de attractie noodstop valt, de trein stopt en die blijft als het ware leunen op die remvin, waardoor dus de statoren heel blijven. Final break run. Wij noemen dit de holding brakes, want met de magnetische remvinnen kan je een trein niet helemaal afremmen. Dus als er een probleem zich voordoet en er staat een trein daar bijvoorbeeld, kan die niet helemaal geremd worden. Dus daarmee hebben we ook holding brakes. En die moet je natuurlijk ook controleren. En die werken, zien er goed uit. Ja. En dit zijn dus nog twee van die statoren. Deze lanceren niet, maar remmen juist. Tegenovergestelde. Zodat de trein met exact de juiste snelheid op de boosterwielen terechtkomt en vervolgens naar het station kan gaan.
Voor het station zie je nog twee sensoren, dat zijn die twee vorken. En die meten eigenlijk of er niks tussen de magneten is blijven zitten. Dat kan zijn de telefoon of kleingeld. En dat is echt op de millimeter nauwkeurig afgesteld. En als er maar iets tegen die magneten aan zit, dan gaat die vork naar achter en dan kan de trein dus niet vertrekken. Ook dit is weer om die statoren, die ongelooflijk dure installaties, te beschermen tegen eventuele beschadigingen. Nou, je hoort het, de muziek is inmiddels ook al aan. En dat betekent dat de achtbaan bijna klaar is. We mogen dadelijk de eerste testritjes gaan doen. Treinen moeten nog wel even worden gecontroleerd. En daarover weet je dan iets meer. Kjell, we staan hier aan de zijkant van de trein. Deze ronde schijf, daarvan zei je nog, die is belangrijk voor het spinnen. Ja. Waar wordt die voor gebruikt? Dat klopt. Op launch 1 kan je zien dat er twee magneten zijn bevestigd aan de zijkant, dus aan de linkerkant van het rek. Die zorgt ervoor dat de trein daarin gaat en zo krijg je een extra draai in beweging, zodat de rit extremer wordt. Deze kunnen we ook instellen zodat die extremer wordt of minder extreem wordt. En je kan ook zien dat er bijvoorbeeld gaten in zitten. Ja. Die gaten dienen eigenlijk voor evacuatie. In het parcours hebben we geen stroom op de motor om de trein vast te zetten. Dus daarmee hebben we een pin om te trekken, zodanig dat die vaststaat en zo veilig kunnen evacueren. Nou kan die gondel natuurlijk best wel heftig spinnen. Is er geen risico dat dat op een gegeven moment te heftig gaat? Ja, klopt. Daarvoor gebruiken we ook deze ronde schijf. Okay. Als je alles even langs de kant gaat, kan je hier langs de zijkant zien dat er een magneet voorzien is. Dus hier zie je de magneet. We kunnen deze eigenlijk instellen met hier deze vijzen. We kunnen die meer naar achteren of meer naar voren schuiven. Zodat de magneet er meer contact geeft met de ronde schijf of minder. Hoe meer dat we erin steken, hoe meer dat die gaat remmen. Dus dat kan je zien aan de hand van als we nu de gondel gaan roteren, dat die meer gaat afremmen dan bijvoorbeeld de gondel achter ons waar geen magneet op zit. En in normale omstandigheden, hoe is die magneet op dit moment dan afgesteld? Op dit moment hebben we ze er afgehaald. Omdat we keken in het begin naar de bezoekers. Wat is hun reactie? Wat vinden ze er leuk aan? En we hebben gezien dat die goed meevalt aan de bezoekers. En we hebben er gewoon afgehaald. Dus dan kunnen we ook wel zeggen dat op dit moment, zonder die magneet, de trein het hardst mogelijk kan spinnen. Ja, dus eigenlijk is de trein gewoon helemaal freespin. Er is nog één laatste manier waarmee we de gondels kunnen laten draaien. En dat is met behulp van een elektromotor. Die zit aan boord van elke trein, aan de zijkant. Die zie je hier zitten. En middels een tandwieloverbrenging kan die de gondel laten roteren. Nou, daar is natuurlijk wel stroom voor nodig. En daarvoor is er voorzien langs de eindrem en in het station. En stroom wordt aan boord gehaald van de trein middels deze stroomafnemers of slepers. En daarmee wordt die elektromotor dan aangestuurd en kunnen we de gondels weer rechtzetten. Zoals je wellicht weet van onze Walibi Holland video, moet de trein altijd even opwarmen. Dat gaan ze hier nu ook doen en we gaan de trein lanceren op de eerste launch. Maar dan doen ze hem net niet hard genoeg zodat hij weer terugvalt. Dat gaan ze een aantal keer doen, een zogenaamde rollback, om te zorgen dat die lagers lekker warm worden. Daarna kan de trein moeiteloos door de hele baan heen. We hebben de trein stilgezet op launch 2. De computer gaat nu precies uitzoeken dat hij exact op de juiste locatie staat. En daarna mogen we hem één keer naar achter sturen om hem wat extra energie te geven als hij dan weer deze kant op gaat. Om vervolgens de volgende elementen te kunnen halen. En dan moet de trein in principe warm genoeg zijn om de eerste bezoekers te kunnen ontvangen. Jurnam, de baan gaat bijna open, dus wij moeten zo weg. Toch ben ik wel heel erg benieuwd, hoe zorgt zo'n achtbaan nou voor dat hij goed draait?
het basisprincipe achter het spinnen van een spinning coaster, dat heeft alles te maken met het ontwerp van de trein. Dat bestaat uit een frame en daarbovenop zit een gondel en die gondel kan draaien. En hoe die draaiing precies gaat gebeuren, dat hangt af van waar het draaipunt zit en waar het massamiddelpunt van die gondel zit. Dat zijn twee termen waarvan ik eigenlijk nog niet echt bij heb stilgestaan. Is het niet gewoon een idee dat jij eens onder die trein gaat kijken die in de remise staat? Ik ga je dat allemaal laten zien. Om te begrijpen hoe je zo'n trein nou aan het spinnen krijgt, is het belangrijk om te beginnen bij het design van de trein zelf. Het bestaat eigenlijk uit twee belangrijke delen. Hier aan de onderkant hebben we het chassis. Dat is een frame en daarin zijn bijvoorbeeld de wielen bevestigd. En in het midden van het chassis zit een groot lager. En op dat lager is de gondel bevestigd. En die kan op dat lager draaien ten opzichte van het frame. Wat belangrijk is bij dit treinontwerp, is dat die gondel een symmetrisch ontwerp heeft. Dus de voor- en de achterkant die zijn precies op dezelfde manier gebouwd. En het draaipunt zit ook precies in het midden. Dat betekent dat er eigenlijk geen onbalans is. Als je deze trein leeg door de baan zou sturen, is er eigenlijk niet echt een reden waarom die trein van zichzelf gaat draaien. Toch is er een belangrijk verschil tussen voor en achter en dat zit tussen de stoelen. Aan de ene kant zit daar namelijk een enorm zware hydraulische pomp en aan de andere kant zit daar een box met elektronica en die is heel licht. Dus toch is het al zo dat daardoor een onbalans ontstaat en het massamiddelpunt meer naar één kant van de trein ligt verschoven. Als de trein dan door de bochten gaat en over de heuvels, wil de massamiddelpunt eigenlijk zo laag mogelijk komen te liggen, zo dicht mogelijk bij de aarde. En daardoor gaat die trein dus voortdurend draaien. Nou waren we hier vandaag natuurlijk om antwoord te geven op de vraag hoe je deze trein zo'n extreem mogelijke spin kan geven. En dat kun je het beste doen door de zwaarste mensen van je gezelschap aan de kant te plaatsen van de hydraulische pomp, die dus ook al het zwaarst is. Op die manier creëer je het meeste onbalans in de trein en zal dus de gondel het hardste spinnen. Oké, Kjell, we weten nu alles over het spinnen van die gondel. Heb jij nou nog een tip over wat we kunnen doen om een nog extremere rit te kunnen maken? Ja, dus eigenlijk los van het gewicht en de magneet op de launch en op de trein, is het eigenlijk ook afhankelijk bijvoorbeeld van de wind en zo. Dus eigenlijk is het heel onzeker wanneer je eigenlijk een goede spin gaat in de gondel krijgen. Dus eigenlijk denk ik dat er maar één oplossing is. En dat is gewoon heel veel ritjes maken. Ja, dat moeten we dan denk ik nu maar gaan doen. Ja. Mag ik jou ontzettend bedanken voor jouw uitleg en tijd vandaag. Heel graag gedaan. Ride the design. Enter tomorrow. Jernan, dat waren een aantal extreme ritjes op deze achtbaan, hè? Ja, de trein had de spin goed te pakken vandaag. En ik vond het wel bijzonder hoe deze trein spint, die drie manieren. Ja, precies. Tijdens de rit gewoon op de zwaartekracht met door de ligging van het massamiddelpunt. Meteen hier bij het begin een sweepertje door de magneten. En om hem weer rustig neer te zetten hier in het station op de motor. Echt wel een hele bijzondere achtbaan. Hoeveel techniek hier achter hangt. En je kunt het gewoon hier vinden in België, in Plopsaland de Pannen. Ja, geweldig. Vind je nou een leuke video? Doe dan je duimpje omhoog. Abonneer op Theme Park Science en volg ons ook op Instagram. Want daar plaatsen we wel eens af en toe hele exclusieve shots van onder andere deze achtbaan. Check ook nog even de Lito Coaster koppel op YouTube. En ik zeg tot de volgende video. Hoi hoi!